Hallo mensen, tof dat je kijkt naar deze video. Joop Rikkie van de Wild. Ik kan jullie misschien helpen om de gratis privé beta te krijgen. Kunnen het gewoon spelen. Gratis spelen. Misschien weten sommige mensen het allemaal voor de mensen die het niet weten. Let's go. Oké, wat je als eerste gaat doen is een nieuw gebruik maken. Dus één gebruiker maken. Accepteer. Dan laat een scheet. Oké, nee, dat was bij. Maak een nieuw PlayStation account. Het werkt echt. Ik hoop dat het nu nog steeds werkt. Ik heb gisteravond gedaan. Perfect, leuke game. Ik heb alleen nog steeds shit met die knokkel die hier. Oké, als je hier bent, is het enige wat je hoeft te doen, een nieuw account te maken, een Google account te maken op je telefoon. Dat die shit moet je zelf opgrijpen. Dan ga je hier naar Hongkong. Dus dat is hier Hongkong. Dan gaat hij naar Hongkong. Dan doe je die Engels houden. Dan ga je hier je shit doen. En dan kom je iets later. Dan gaan we wel even verder. Het is nog 1 jaar. Zo. Dankjewel. Nou, ik kan je dit laten zien en dat kan je het helemaal zelf doen. Dan ga je naar Hongkong of dan ga je naar de beta, dus dat kan je zo vinden. En hier moet je al je shit invoeren. Hey, what the fuck. Als je dit allemaal hebt gedaan, ik ga dit niet meer doen, dan moet ik alles weer opnieuw maken. Als je dat hebt gedaan, want er komt zeg maar een... Nadat je dat hebt gedaan allemaal, komt er 2 dingen staan. Dan moet je ook Hongkong invoeren. Dan heb je het easy gedaan. Oké, die mensen, laat het weten in de reacties of jullie het hebben gelukt. Ja, je hoeft lekker niet te pre-orderen. Als je het wilt, is eigenlijk... Ja, maar je hoeft dat niet te doen. Je gaat gewoon lekker naar Hongkong, die PS4. En je downloadt het dan gewoon voor gratis. Dus fuck Nederland, fuck Engeland of andere landen. Ga naar Hongkong en speel het gratis. Ik kan niet altijd hard praten en ik praat ook allemaal onzin. Maar het is wel zo, ik kan lekker spelen. En ja, er zit wel gekke shit bij je goede wapen. Dus laat me weten, laat het weten hier of iets. Ja, wel wat weten. Wat ik dus heb is bij Call of Duty, ik ren zo naar voren. Ik hoef eigenlijk 1 keer te klikken, maar dan gaat hij stoppen. Ik ga zeg maar, loop, stop. Laat het duimpje ook, laat je niet abonneren. Dan plaats ik nog wel meer glitches. Als dat tevoren komt, later.